Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Nog drie thuiswedstrijden en twee uitwedstrijden. En een thuiswedstrijd tegen een tegenstander, daar spreek je de naam met enig respect van uit, Bert. Ja, dit is de enige keer deze week dat ik niet voor Ajax ben. Nee. Hey, precies. Maar Ajax, als ik zeg Ajax, dan bedoel ik eigenlijk een bepaalde speelstijl. Maar dat geldt niet voor de amateurs van Ajax, denk ik. Jawel. Je ziet wel terug dat ze wat ze in de opleiding allemaal meekrijgen. Dat zie je echt wel terug aan het eerste elftal. Sowieso qua formatie. En ook wel de type spelers die ze selecteren. Daar zit ontzettend veel voetballend vermogen in. Technisch heel goed. Dus die lijn trekken ze wel door natuurlijk. Dat is wel helder. Maar de eerste wedstrijd toen was toch DVS wel de bepalende ploeg. Ja, daar ben ik met je eens. Toen starten we ontzettend goed in aan dat duel en lieten we eigenlijk niet aan voetballen toekomen. En zaten we er overal goed op, scoorden op de juiste momenten. Ja, en dan kan je ook van Ajax vinden natuurlijk. Ja, gaat dat nu weer gebeuren of is Ajax gegroeid in de loop van de competitie? Ja, dat zou moeten blijken. Als je naar de uitslagen kijkt, dan zie je dat Ajax stabieler is geworden. Dat ze minder fouten maken en van grote clubs winnen. Maar het is wel zo dat wij het initiatief wel meteen weer in de wedstrijd willen gaan pakken. En willen het tempo zo hoog mogelijk hebben. Hè. De omstandigheden zijn pittig. Ja, dan moet je zorgen dat je ze dusdanig vermoeit dat ze elkaar niet meer kunnen helpen. Dus we willen in het hoogste tempo starten. En dan kijken of we wel wat kunnen forceren. Groep is er klaar voor? Ja, 100%. Ja. Jij bent er ook weer klaar voor, Bert. Ja, heel veel zin in. Heel veel succes. Dankjewel, Piet. Inmiddels de aftrap van Sonny Pronk van Ajax. De wedstrijd is begonnen. DVS 33, Ajax amateurs. De Vries. Prachtige diagonaal paas. Mooie dieptebal van Roald de Vries. Benjamin Roemeel. Roemeon nog steeds. Roemeon. Maar het duurt allemaal net even wat te lang. Hij had eerder kunnen schieten. Wat brengt Ajax? Kan zomaar doorstomen. Deken. En kan worden gestopt. Middels een overtreding van Christian van Hussen. Fluitsignaal. Scheidsrechter. En een fantastisch doelpunt. Je zag het aankomen. Als versteend bleef Paul Epping staan. En Ajax neemt hier een 0-1 voorsprong. Misschien dat de zaak nu wakker is. Bij DVS. Komt die bal. Hoog voor de pot. Helemaal volledig vrij. Maar helemaal technisch. Zeer slecht ingekopt door Frank van den Burg. Misschien ook iets verblind door de zon. Laat ik niet te snel oordelen. Prachtige paas. Olivier Pilon, hij schiet de bal net naast. Dennis Hollard. Dat is een rots in de branding daar achterin. De situatie goed overziend. Mooi mee opgekomen, Joran van Zanten. Trekt de bal daarvoor en ja! Dat is hem! Oktay Oosterk. Eindelijk. Prachtig mee opgekomen, Joran van Zanten. Is dat dan het wapen van deze wedstrijd? Moet hij dat niet veel meer doen? Joran, de laatste tijd toch echt in een goede vorm. En ook in het spelersklassement rukt hij op samen met Dennis Hollard. Goed overgenomen. Oktay Oosterk. Zet daar Benjamin Roemeon aan het werk. Mooie diepe bal. Oh, dit was een aanval uit het boekje. Frank van den Burg. Koen Vloedgraven. Heel mooi. Misa Danso ging niet met hem mee. En dat is hem! Dat is hem! Olivier Pilon. Op die waanzinnig mooie, strakke voorzet van Koen Vloedgraven.
Het was Misa Danso die niet meeging, die niet mee verdedigde. Daar wordt hij nu op aangesproken door Burgzorg. Heel goed het gat ingedoken door Koen Vloedgraven. Paas kwam precies op tijd. En werkelijk zeer strakke voorzet. En Olivier Pilon natuurlijk. Wist een verdediger van Ajax toch die bal op tijd te blokken. Komt de bal hoog voor de pot. Oktay Öztürk. En ja! Daar komt de 3-1, maar het is buitenspel. Het is buitenspel. Dennis Hollard die dacht, yes, ik heb hem binnen. Of is het toch een doelpunt? Het is gewoon een doelpunt. 3-1. Dennis Hollard. Hij pikt zijn doelpuntje mee. Mooie kopbal. Prima deluxe. En zo wordt het hier toch nog een prettige middag. Zeker de laatste 10 wedstrijden. Het is een beetje een risicovolle bal van Paul Epping. Waardoor Ajax gevaarlijk kan worden. Framsberg moet je niet in die positie brengen. En natuurlijk is hij daar weer. Joran van Zanten. Wat speelt hij een mooie pot. Wat is hij belangrijk voor zijn ploeg. Koen Vloedgraven geeft de bal mee aan Roald de Vries. Komt met een prachtige paas in de richting van... wat is dit mooi. Als de... Jammer dat dit geen doelpunt oplevert. Dat had het wel verdiend. Prachtige crossbal van Roald de Vries. Ja, dat kan die als geen ander. Dennis Hollard, man of the match. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, en dat had ook net zo goed Joran van Zanten kunnen zijn. Ben je mee eens, denk ik? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we als team slecht begonnen. En dat we in de tweede helft hebben wel orde op zaken gesteld. Maar het was van onze kant de eerste helft niet best. Nee, zeker niet best. Met als gunstige uitzondering toch zeker jullie in het centrum. En dat centrum draait eigenlijk al wedstrijden achter elkaar goed. Vind je zelf ook? Ja, ik denk dat we elkaar goed aanvullen. In de wedstrijd met duels, in het voetbalgebied. Elkaar coachen. Ik denk dat het wel goed staat, ja. Voelde je zelf ook dat moment van Joran van Zanten aan dat hij precies op tijd mee naar voren ging en die assist gaf? Ja, hij koos het goede moment. Er was genoeg ruimte en ik denk dat het wel nodig was dat we eindelijk een keer wat creëerden. Ja, we hebben wel wat schotmogelijkheden gehad, maar ik denk dat dit een mooie aanval was. Dat was zeer zeker een mooie aanval. Maar hoe komt het nou dat er zo'n eerste helft niet loopt? Snap jij dat? Ja, we kwamen niet in duels. Dat is één. Ik denk, ja, we waren zelf niet balvast. Het was gewoon meerdere factoren. En, uiteindelijk ben je gewoon als team daar verantwoordelijk voor. En dat hebben we dan in de tweede helft wel goed gedaan. Maar je maakt het jezelf wel heel moeilijk. En in die tweede helft zie je die kopjes toch weer een beetje rechterop komen. En dan komt het voetbal ook weer vanzelf. Want ik zag toch zo nu dan hele aardige combinaties. Ja, dat was zeker een mooie combinatie. Maar ik denk dat ook bij Ajax was de energie er op een gegeven moment ook uit. Waardoor je meer ruimte kreeg. We zijn weer iets anders gaan voetballen. De eerste helft speelden 4-3-3. De tweede helft speelden 4-4-2. Waardoor je op middenveld toch een mannetje meer had om door te voetballen. Ja, en dan heb je die twee snelle jongens voorin die ook veel werk hebben geleverd. Zware omstandigheden, Dennis? Ja, zeker. Even omdat je natuurlijk de laatste tijd niet deze temperatuur hebt gehad. Is het in één keer 25 graden, is wel warm. Maar daar heb je allemaal last van en daar moet je mee omgaan. De analyse met beide trainers. Allereerst Jury Roos namens Ajax Amateurs. Laat ik dat er even gelijk bij zeggen. En Bert van Hunestein. Jouw eerste reactie na deze wedstrijd? Mijn eerste reactie dat we vandaag van onszelf verloren hebben, vond ik. Hoe wij omgaan met de mogelijkheden die we heel erg kregen deze wedstrijd. Ja, daar ben ik heel teleurgesteld in. En de intensiteit van de tweede helft. Ja, dat is jammer, want ik denk dat er meer te halen was vandaag. Heb jij veel mogelijkheden gezien van Ajax? Nou, mogelijkheden die zullen absoluut geweest zijn. Maar het feit is dat in de eerste helft de eerste half uur absoluut voor Ajax was. En dat beviel ons natuurlijk voor geen meter. En we moesten vanaf de bank meteen al tactisch ingrijpen. Omdat veel spelers dat niet deden wat ze moesten doen. En dat was teleurstellend. Maar gelukkig wist Ajax er niet door te drukken. Want anders hadden ze ons op een beste achterstand kunnen zetten. Verklaart dat de wissel Sofian Moro? Nou, eerst al de formatie en later vond ik dat met Lars Dekker kun je de controle terugkrijgen. En Koen vooral op de tweede bal erg sterk. En dat zag je in de tweede helft. Hebben wij veelal op de helft van DVS van Ajax gespeeld met meer druk naar voren. Maar ik moet ook zeggen, het tempo van Ajax ging naar beneden en dat hielp ons natuurlijk ook wel. Ja, de pijp leek het zo nu en dan bij tijd en wijle op in die tweede helft, Jury. Ja, dat leek erop. Ja. Ja, ik moet zeggen dat het ook niet hielp dat we weer twee verdedigers uitvielen.
Terwijl ik al nog maar 3 verdedigers had in de selectie. Dus ik had er nog maar 1 over. Dus we speelden met middenvelders achterop. Maar neem niet weg dat ik vind inderdaad wat de trainer zegt. De eerste helft vond ik ons grote deel de betere ploeg. En ik denk ook in de tweede helft voor de 2-1. Dat wij echt enorme kansen krijgen om weer op voorsprong te komen. Alleen dan is er hoe graag wil je scoren, weet je. En dat was gewoon heel matig, weet je. We komen 2 keer door, waar we gewoon met een brede bal kan je hem gewoon intikken. Ja, en bij de 2-1 laten we gewoon een man lopen. Dus kijk maar, weet je, laat maar lekker lopen. En dan is DVS, hebben ze gewoon kwaliteit om dat af te straffen. Dat was Misa Danso, hè, die niet meeging met de diepgaande Koen Vloedgraven. Ja, kijk, het is, of je geeft hem over, of als dat niet gebeurt, dan zou je toch echt mee moeten. En dat gebeurt niet, er komt een goal uit. En vlak daarna eigenlijk die 3-1. Ja, dan is het op zich wel gespeeld. Dan verwacht ik wel nog meer wel de beleving om in ieder geval gewoon een wedstrijd ervan te maken. Nog de laatste. En dat miste ik eigenlijk ook. Dus eerste helft aardig. Tweede helft ver onder mijn niveau. Om het even positief te houden, Bert. Ik zag in die tweede helft toch alweer een aantal combinaties. En ook crossballen van Roald onder andere op Barry Powell om van te watertanden. Nee, die waren prima. Maar ik vond vooral de inbreng van Koen in de tweede helft en van Las erg belangrijk op middenveld. Daardoor kon je druk naar voren houden. Want in de eerste helft zijn we ook wel een paar keer bij de goal geweest. Maar dan halen we trekken niet over. Wat Jury ook zegt over zijn eigen ploeg. Maar je zag wel in de tweede helft op een gegeven moment dat de hitte ook heel veel invloed had op de spelers. Het werd allemaal wat trager. Maar goed, we hadden nog genoeg frisheid om tot aan de 90e minuut het verschil te kunnen maken. We hebben niet het beste DVS gezien, niet het beste Ajax. Maar gezien de omstandigheden ben ik natuurlijk tevreden. Oké, en jij niet tevreden? Nee, zoals waar ik ook al mee begon. Ik denk dat we tegen een hele goede ploeg vandaag gewoon punten hadden kunnen pakken. Ik denk dat als je naar de kansenverhouding en de verhouding in de wedstrijd kijkt, dat had gekund. Alleen we hebben het zelf niet gedaan. Dat is jammer. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de Business Club van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.